Het is allemaal, dames en heren, in dit tweede deel Steve Willaert wat de klok slaat, want ook straks zijn de arrangementen van de liedjes die Tura brengt hier door Steve Willaert bewerkt voor Harmonieorkest. Maar voor we daar aan toe zijn, luisteren we eerst nog naar een compositie van Steve zelf, die oorspronkelijk werd gemaakt voor een multimedia spektakel met film, licht- en lasereffecten. De opdracht was met de muziek een boodschap weer te geven van hoop voor de toekomst. Of Steve Willaert daarin geslaagd is, zult u dadelijk vernemen. De bewerking gebeurde deze keer door Jan Rijpens. In feite zijn er vier delen die echter in elkaar vloeien. Geniet van A Symphony for the Future van Steve Willaert met het Remuze Orkest onder leiding van Dirk de Kaluwe.
Thank you.